En ik denk dat dat ons voorland is. Niet zozeer hyperinflatie, maar dat we gewoon af zijn van het idee. We komen uit een periode van meer dan 40 jaar dalende rentes. We komen uit een periode van meer dan 40 jaar relatief lage inflatie, of 30 jaar. En dat gaat nu veranderen. En dat zorgt er wel voor dat beleggers zich heel erg anders gaan gedragen. Want opeens komen die erachter dat ze risico moeten gaan nemen. Je hebt een soort beleggersdwang. Dat wil de overheid eigenlijk ook, want geld moet aan het werk gezet worden. Central bank digital currencies gaan dat straks nog versterken. Want als je geld niet gaat gebruiken, dan gaat dat vervallen. Er komt gewoon een looptijd op geld.